Woensdagmiddag kwam er om 3:55 een brandmelding binnen bij de brandweer in het kantoorgebouw Udense Poort. De melding was rookontwikkeling hier in het pand aan de Rondweg. Daarin zouden diverse kantoren gevestigd zijn en enkele winkels. Er was sprake van rookontwikkeling op meerdere plaatsen en dus ook meerdere meldingen tegelijk. Uiteindelijk bleek het te gaan om een brand in een soort convectorput buiten het pand, waar bladeren in lagen. Daar is waarschijnlijk een sigaret of iets in gegooid. Er is gaan smeulen en die rook die werd meteen het pand ingetrokken in het ventilatiesysteem. En vandaar dat je op meerdere plaatsen rook uit het plafond kreeg en op meerdere plaatsen brandrook. Het gebeurt niet vaak gelukkig, maar op basis van de meerdere meldingen en op meerdere plaatsen rookontwikkeling is meteen groot opgeschaald. Het aantal mensen wat in het pand was, weet ik niet, maar er waren verschillende mensen in het pand op in ieder geval aan het werk. Nadat de brand was gelokaliseerd en geblust, heeft de brandweer het gebouw geventileerd en kon iedereen na een uur weer aan het werk.